Het all-inloon is al enige tijd een pijnlijk dossier in de fysiotherapie. Hoe werkt het eigenlijk en welke risico's levert het op? Maar vooral, hoe pakt u deze risico's effectief aan? In vijf minuten bent u op de hoogte. Begin 2017 deed een zaak van de rechtbank Noord-Holland veel stof opwaaien. Een werkgever werd veroordeeld tot uitbetaling van 50 vakantiedagen die een werknemer uit zijn fysiotherapiepraktijk al had opgenomen. Het bleek volgens de kantonrechter onvoldoende uit de arbeidsovereenkomst dat die vakantiedagen vooraf in het loon waren verdisconteerd. De uitspraak verspreidde zich via social media en ging al snel een eigen, weinig genuanceerd leven leiden. Eén ding was zeker. De exotische wijze van verloning in de eerste lijns fysiotherapie kwam ter discussie. En daarbij ging het niet alleen meer over de vakantiedagen. Fysiotherapeuten werkten vroeger vooral als ZZP'er in de praktijk van een collega. Toen dat in de meeste gevallen niet meer mogelijk was, kwamen ze vaak in loondienst waarbij het ZZP beloningssysteem overeind bleef. Dat kwam vervolgens ook in de cao terecht en werd daarmee min of meer de norm. Toen er geen cao meer was, bleven veel praktijken op deze wijze voortgaan. Maar dan steeds net iets anders. VVAA heeft op diverse gebieden binnen haar dienstverlening te maken met het all-in-loon. Daarbij gaat het niet alleen om individuele ondersteuning, maar ook om bijvoorbeeld het schrijven van artikelen en geven van lezingen in het land. Steeds weer gericht op een heldere uitleg en praktische oplossingen. Want het is al lastig genoeg. Hoe werkt deze exotische beloning nu precies? Er zijn in de praktijk diverse varianten. Maar de hoofdlijn van het klassieke systeem ziet er als volgt uit. De werknemer realiseert een bepaalde omzet in de praktijk, gevormd door de zittingen, maal het daarbij behorende tarief. Hij of zij krijgt daarvan een afgesproken percentage. Dit bedrag noemen we de totale loonkosten of het bruto-bruto loon. Daar worden de werkgeverslasten afgetrokken. Denk aan premies voor ziekte of werkloosheid van de werknemer. Wat dan overblijft is het bruto salaris. Daar zijn de vakantiedagen en het vakantiegeld vaak al bij inbegrepen. De werknemer krijgt dus niet doorbetaald bij vakantie. Na het inhouden van loonbelasting en premies volksverzekeringen, wat bij alle Nederlandse werknemers gebeurt, resteert het netto salaris. Dat kan de werknemer vrij besteden. We gaan dit voorbeeld hier niet helemaal doorlopen, maar het laat zien dat de zojuist genoemde stappen in een bruto-netto berekening en op de loonstrook eenvoudig aan te wijzen zijn. Ook zijn vakantiegeld en dagen expliciet weergegeven. Helaas blijken niet alle salariskantoren dat zo uit te voeren. Waar doet het in de praktijk pijn? Soms is het bijvoorbeeld niet duidelijk hoe de omzet wordt bepaald, of in hoeverre vakantiedagen en geld in het loon zijn inbegrepen, of er is onduidelijkheid over doorberekening van de wijzigingen in de hoogte van sociale premies. En meer in algemene zin, de discussie of deze wijze van verloning wel aansluit bij de verhouding werknemer-werkgever. We noemen dit de legitimiteitsvraag. Hoeveel ondernemerschap past bij een werknemer? Eén ding is zeker als u het klassieke variabele all-in-loon hanteert: u loopt serieuze risico's. Het is daarom belangrijk om uw eigen situatie goed in beeld te hebben, er grip op te krijgen en op basis daarvan uw risico's te beperken. VVAA adviseert. Hanteer een transparante en begrijpelijke loonbetaling. Neem de werkgeverslasten bij voorkeur niet mee in de berekening. Kies een vast percentage bij verloning op omzetbasis en maak samen nieuwe afspraken die resulteren in een gelijk loonniveau. Tot slot, het advies om over te gaan tot een directe verloning, nog samengevat in vier tips. Het transparant maken van vakantiedagen en geld want bij onduidelijkheid trekt u al snel aan het kortste eind. Serieus investeren in de relatie met de medewerkers, want alleen samen kunt u tot een oplossing komen. Personeel tonen wat de voordelen voor hen zijn, want een loonberekening zonder werkgeverslasten geeft hen bijvoorbeeld meer zekerheid. En de zaak schikken als het uw belangen beter dient, want met een principiële instelling snijdt u zelf eerder in de vingers. VVAA ondersteunt u waar nodig en gewenst met bijvoorbeeld een persoonlijke plaatsbepaling, een nieuwe salarisberekening, aangepaste contracten, juridische ondersteuning en het voorlichten van uw werknemers. De eerste stap kan een inschatting van het risico in uw praktijk zijn met een laagdrempelige scan. Alles over het all-in loon en de wijze waarop VVAA u kan helpen, vindt u terug op vvaa.nl/all-in-loon. Ook kunt u direct contact opnemen met onze paramedische adviseurs via paramedici.vvaa.nl. VVAA De stem en steun van zorgverleners.